rijden we nu mee met de eenheid Rotterdam ter hoogte van het Zuidplein in de Maasstad. Sergeant Adani en Vincent zien een zwarte Audi A3 die op de een of andere manier hun aandacht trekt. In ieder geval bijzondere rijstijl. Omdat ze de boel niet helemaal vertrouwen, besluiten ze om de Audi een tijdje in de gaten te houden. Hij staat hier geparkeerd. Hij loopt er nu uit. 99. Het is wel niet helemaal jovel, hè, want er staat er nog eentje bij. Maar ja, ik heb nou niet gezien wie er gereden heeft. Ja, dat die gozer met die capuchon. Hij stapt in een andere auto. En dan is het raak. Die staan gewoon in te breken, die gasten. Huh? Die staan gewoon in te breken. Is dat? Ja. Hier, hoor maar. De surveillanten twijfelen geen moment en gaan er direct op af. Hou hem ook. Hou hem ook. Motor uitzetten. Motor uit. Uitzetten. Hou hem ook. Allebei die handjes. Stuur uit. Stop, contact eruit. Contact uit. Hier komen. Handen op dak. En de rest blijven zitten. Handen op dak. Er zit achterin nog een, hè? Ja, heb ik gezien. De jongens blijken een poging te hebben gedaan om een Audi open te breken. Jongens, spoedassistentie, Zuidplein, begrijp ik dat? Geen spoedassistentie, maar ik wil wel even een wagen erbij. Tegenover het politiebureau aan de metrokant. Ik wil even jouw identiteitsbewijs zien. Ik wil van de rest ook even een identiteitsbewijs. Jij wel achterin. Even kijken, even gaan we even achter daar, handen op dak houden. Van wie is deze auto? Van mij. Van jou? Ja. Ik zie ook dat het slot hier zo kapot is gemaakt. Ja. Nou ja, dan gaan we dan even uitzoeken. Maar even voor de duidelijkheid. Wie ben je? Wat ben je aan het doen? Ik ben Sparres en ik haalde een grap uit bij een vriend van mij. Ja, maar waarom gaat daar de alarmverlichting aan? Ja, is zijn auto. Van wie is die auto? Jullie gingen even een grapje uithalen. Ja, we wouden even een grapje uithalen. Ik vond het niet leuk. We konden niet lachen. Hey, is het Dani? Hij heeft de telefoonnummer, Dani. De telefoonnummer van de eigenaar van de auto. Die kan hij bellen en die kan naar beneden toe komen. Om het verhaal te bevestigen. Hij komt terug. Terwijl Vincent de Audi inspecteert op braakschade, verschijnt inderdaad de eigenaar ten tonele. Goeiedag meneer. Hallo, Dani. Wij zijn van de verkeerspolitie. Ja. Wij dachten dat in jouw auto werd ingebroken door die gasten. Door wie? Nou ja, die gasten die daar staan. Dus onze vraag is, ken jij hun? Kijk naar die vieze diepen. Ik ken ze allemaal. Oké. Okay. Ze zijn vrienden van me. Hi. Jongens, ken ik voor de rest. Zullen ze zoiets nooit gaan doen. Oké. Okay. Het lijkt dus inderdaad om een slechte grap te gaan. Voor de zekerheid checken de surveillanten nog de identiteit van alle betrokkenen. En als ook blijkt dat de auto waarin de jongens zelf reden niet gestolen is, is het tijd om afscheid te nemen. Heb je spullen terug? Oké, helemaal goed. En zo loopt de hele zaak met een sisser af en kunnen de grappenmakers hun weg weer vervolgen.